Sem deed in 2021 mee aan het programma Ex on the Beach. In dit programma gaat een groep jonge singles zogenaamd de vakantie van hun dromen vieren in een villa. Elke aflevering komt er een nieuwe ex op het strand aanspoelen, dus voor ze het weten verandert de vakantie in een nachtmerrie. Sem kwam als ex van Dusty. Wat volgde waren 2 helse weken waarin haar hart keer op keer gebroken werd. Ze van de ene in de andere ruzie terecht kwam en uiteindelijk zelfs paniekaanvallen kreeg. Puur leedvermaak waar bijna heel Nederland van mee kon genieten. Wat haar deelname voor invloed op haar mentale gesteldheid heeft gehad, welke emotionele schade zij heeft opgelopen en hoe het nu met haar gaat, vertelt Sem in deze aflevering van En Dan. De spotlights doven. De camera's stoppen met draaien. En dan? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van En Dan, de serie waar ik samen met andere oud-kandidaten van Reality TV ga praten over de mentale nasleep. En ik heb een hele leuke gast naast me vandaag. Ik denk dat zij iedereens lievelingsdeelnemer van Ex on the Beach is geweest, 2 jaar geleden. Naast mij zit Sem. Hi. Hallo, hi. Welkom. Ja, dank je. Leuk dat je kon komen. We gaan het vandaag hebben over jouw verhaal, hoe jij jouw deelname en vooral de periode daarna hebt ervaren. Ja. Dat gaan we aan de hand doen van een presentatie die ik over jou heb gemaakt. Yeah. En laten we gewoon gelijk beginnen bij het begin. Ja. Jouw persfoto. Wat vind je van je persfoto? Ja, ik vind, als ik hem nu, toen vond ik hem heel leuk. Alleen als ik hem nu teruggeef, dan denk ik, oh. Wat dan? Ja, ik weet niet. Ik ben zoveel veranderd. Vooral, het is niet dat ik hem, dat ik hem lelijk vind, maar hij is wel... ik lijk er niet meer op, laat ik het zo zeggen. Nee, je bent inderdaad heel erg veranderd, ja, als ik het zo zie. Maar deze bikini herinnert iedereen, oh, denk ik wel. Jij hebt volgens mij echt... Hoe lang zijn die opnames eigenlijk? Ja, 2 weken. Oh, 2 weken zo weet je in die bikini gelopen voor ja, wat ze hebben laten zien. Ja, maar dat lijkt ook echt. Als ik toen natuurlijk terugzag, dacht ik, oh, maar daar lijkt ook echt. Terwijl ik had gewoon 8 bikinis bij. Alleen als je zeg maar, bijvoorbeeld je gaat op date, je weet niet wat je op date gaat doen. Stel, ik trek een bikini aan, die flapt uit of die ligt daar af of zo. Ik denk, nee, ik trek gewoon safe, trek wel die aan. Plus, ze hebben ook heel veel niet uitgezonden. Ja, dus ik krijg 8 uur van 2 weken tijd. Ja, dat is ook zo. Maar ja, de bikini. Ja. Ja, en dan gaan we eerst beginnen bij de periode voor jouw deelname. Ja. En dat is nog niet zo heel lang geleden natuurlijk. Nee. Maar ik denk dat er wel in die periode heel veel is gebeurd. Ja. Maar hoe zag jouw leven voor je deelname eruit? Heel anders. Ik was echt een feestbeest. Ik ging alleen maar op stap. Ik ging alleen maar leuke dingen. Ik had een eigen schoonheidssalon, dus ik werkte gewoon voor mezelf wel al, zeg maar. Nou, ik had natuurlijk geen vriend van tevoren. Dus ja, het was heel anders. Hoe was je mentale gesteldheid voor je deelname? Heel goed. Ja? Ja, ik was altijd heel gelukkig. En wat ik al zei, ik was alleen maar met vriendinnen. Ik ging alleen maar op stap. Ik deed alleen maar leuke dingen. Een beetje zorgeloos eigenlijk. Ja. 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 En wat waren toen je dromen voor de toekomst? Oeh, die had ik toen echt niet. Nee, ik deed gewoon mijn ding. En ik had het gewoon leuk. En ik vond het allemaal prima. En ik zag wel wat ik ging doen, zeg maar. En je was wel aan het daten destijds? Ja. En hoe ging dat? Ja, ik was dus met Dusty bezig op dat moment, zeg maar. Ik was single en toen kwam op een gegeven moment... Ja, kwam ik met Dusty in contact. En toen dacht ik, oh, dat is allemaal heel leuk en heel gezellig. Alleen... Maar dat was niet. Nee, maar dat was niet. Nee. En toen werd jij gebeld, toch? Je bent benaderd door Ex on the Beach. Nou, het grappige was dus, ik had mezelf opgegeven. En op een gegeven moment kwamen al die rondes en ik was overal doorheen. En op een gegeven moment werd ik dus gebeld van, ja, je bent toch niet uitgekozen. Ik dacht, nou prima, weet je wel. Ik dacht, ik geef mezelf gewoon voor de grap op en ik zie wel. En toen werd ik echt een week voordat ik moest gaan, werd ik opgebeld. Ja, een ex doet mee. En toen dacht ik, hè? Dat is wel heel toevallig dat ik mezelf opgegeven had en dat er dus een ex van mij meedeed. Dus ik ging naar het hoofdkantoor toe, bla bla bla. En ik zeg, ja, wie doet er mee dan? Ja, dus ik denk, wat hè? Weet je wel? Ja. Ik was letterlijk met iemand bezig die zich ook opgegeven had, terwijl ik me ook opgegeven had. Dus het was heel raar. Maar waarom had je in eerste instantie opgegeven dan? Ja, gewoon voor de oude hoer eigenlijk. Gewoon voor de grap. Ja. Want wat verwachtte je ervan? Nou, kende je al mensen die bijvoorbeeld mee hadden gedaan, dat je dacht van, dat moet ik ook doen? Of... Wat was je reden om mee te doen? Ja, nou ja, gewoon een feestje, gewoon leuk, gezellig, dacht ik. En het was natuurlijk toen coronatijd, dus ik denk lekker, ik ga daarheen. Want het was in Nederland was het kak weer, dus ik dacht, ik ga wel daar naartoe. Oké. Gewoon echt voor de grap, gewoon. Ja, dus dan hing er niet zoveel van af, zeg maar. Dat toen je dus niet uitgekozen werd, vond je het ook niet heel erg. Nee, en toen werd je dus alsnog gebeld. Uiteindelijk wel, ja. En wat dacht je toen? Ik dacht, nee. Want ik heb er wel over nagedacht. Ik zei wel van, ja, ik moet... Want ik moest natuurlijk gewoon werken. En ik dacht van, ja, hoe ga ik dat nou doen, weet je wel? En toen had ik eigenlijk vrij snel bedacht van, ja, ik ga wel gewoon... Maar toen wist ik dus, toen ik dus ja gezegd had, wist ik dus nog niet voor wie dat ik daarheen zou gaan. Oh, nee. En je had ook niet verwacht dat het voor Dusty zou zijn? Nee, nee. Nee, nou, leuke verrassing dan. Ja, dat was wel even... Ja. Dus hoe zag dat, die castingprocedure, hoe ging dat bij Ex on the Beach? Nou ja, je had zeg maar een voorronde dat je een filmpje moest maken. En dan, wat voor filmpje? Nou ja, je had in eerste instantie had je volgens mij een vragenlijst. Dat was echt een vragenlijst van 1,5 uur. En dan moest je alles invullen. Echt alles. Over jezelf, over je exen, over wat je doet, over echt alles. En daarna moest je dus een filmpje maken over wie je bent, wat je doet en waarom jij dus in het programma zou passen, zeg maar. Wat heb je toen gezegd? Waarom jij erbij zou passen? Nou ja, ik heb... Op dat moment werkte ik ook af en toe in de kroeg. Dus ik was ook... Ja, wat ik zeg, ik was echt feestbeest en ik deed altijd maar gewoon een beetje mijn ding. Dus ik dacht, ja, weet je, daar kan ik er wel bij zetten. Want dat is denk ik wel positief. En ja, dus dat, tenminste... Dat is even wat ik me zo kan herinneren. Want dat is echt al bijna 2,5 jaar geleden dat ik daar allemaal in heb moeten sturen. Dus... Ik weet niet, ik heb gewoon gezegd hoe ik ben en wie ik ben. En dat ik in de kroeg werkte. Ja. Ja. En toen? Want je had dus de vragenlijst en toen een voorfilmpje. En dan word je uitgenodigd op gesprek? Of? Nee, volgens mij heb ik toen nog een call gehad met iemand. Dat ik, zeg maar via... Want dat was natuurlijk toen nooit niet face-to-face, omdat je midden in de corona zat. Ja. Dus ik had een soort van... Via Zoom of zo een call met iemand. En... Ja, dan moest je gewoon met diegene praten en bla bla. Maar toen werd ik volgens mij, daarna werd ik dus gebeld van ja, je bent niet uitgekozen. En toen dacht ik, ja prima, weet je wel, dan niet. Ah, okay. En toen werd ik dus daarna alsnog gebeld. En hoe ging het toen? Toen werd je dus wel uitgenodigd dan, denk ik, of niet? Ja, toen moest ik dus op kantoor komen en toen ging ze dus vertellen hoe het zou gaan en wie dan de ex was voor wie ik kwam. Ja, en heb je toen ook een gesprek gehad met een psycholoog? Ja, klopt, die heb ik ook nog gehad. Ja, dat vond ik op dat moment, was er niet echt iets waarvan ik dacht van, dit kan fout gaan of zo. Nee. Ja, het was wel een heel lang gesprek. Echt, ze gingen alles vragen, van vroeger, van toen, echt alles. Oh, dat vind ik wel goed dat ze dat hebben gedaan. Ja, dat wel. Oké. En toen begon jouw deelname. Zo bij jou leren kennen, natuurlijk. Ja. Want hoe ging dat? Je gaat er naartoe, je zit in het vliegtuig... Nou ja, je gaat in principe alleen. Yeah. Dus je vliegt alleen, je wordt daar opgevangen door iemand. En het eerste wat ze eigenlijk doen, is je pak je telefoon af. En je hebt gewoon, ja, dat vond ik zo, toen dacht ik, nee, weet je wel. En ik wist dat ik daar nog in een hotel moest gaan zitten voor een dag of 2 of 3. En sommigen zaten een week, dat wist je van tevoren niet. En ik kan dat niet, ik ben echt een persoon, ik moet gewoon kletsen en gewoon, zeg maar... met iemand gewoon praten. Dus ik kon mijn moeder niet bellen, ik kon mijn zussen niet bellen, ik kon mijn vriendinnen niet bellen. Dus ik zat daar alleen. Dus ik heb letterlijk 2 dagen of zo, en dat was voor mij dan was best kort, hè. Aan het zwembad gelegen met cocktails, want meer kon ik niet doen. En dan ging ik om 8 uur 's avonds ging ik in bed liggen en dan ging ik maar slapen, want ik kan dat niet. Ik weet niet, ik vond daar helemaal niks aan. Oh, je wordt helemaal gek. Maar dus er is ook geen duidelijkheid dan wanneer wat je kan verwachten. Dus nee, dat lijkt me ook best lastig. Want ze komen, ze zijn dan wel... 1 keer per dag kwamen ze even langs, een keer even lunchen of gingen even een rondje lopen ergens of zo. Maar de rest van de dag was je eigenlijk alleen. En word je dan voorbereid op wat er gaat komen? Ja, ze vertellen wel natuurlijk wel gewoon van... gewoon de planning, zeg maar, het programma vertellen ze wel. Vertellen ze ook een beetje wat voor situatie er in de villa zit? Nee, helemaal niks. Oh, spannend hoor. Ja. En hoe was dat dan? Want dan word je dus na 2 dagen gelukkig. Nou ja, ik werd dus gebeld. Want je krijgt dan via de hoteltelefoon, werd je dan gebeld van... morgen, ja... Morgen mag je dus het strand op. En ik was toen heel blij eigenlijk dat ik daar weg kon. Maar ik was natuurlijk ook heel zenuwachtig. Ja. En hoe ging dat dan? Je had eerst dan de opnames, zeg maar, al die tussenstukjes die je dan van tevoren ziet. Dat je, weet ik moest een ratslag doen. Nou. Dat weet ik nog. Ja, verschrikkelijk. Ik zag dat terug en denk, ik moest een ratslag doen en al die tussenstukjes en zo. Ja. Die moest ik dus doen. Dus daar deed ze eerst opnemen. En daarna gingen ze dan opnemen dat je soort van uit het water kwam. Terwijl je komt helemaal niet uit het water. Maar je loopt gewoon... Ze filmen het zo dat het lijkt alsof je uit het water komt. Terwijl dat helemaal niet zo is. Mm-hmm. En daarna... dat duurt denk ik 2 uurtjes of zo. En daarna dan gaan ze dus opnemen dat je richting de petjes loopt. Hoe voelde je je toen? Oh, ik was zo zenuwachtig. Ik ben nog nooit in mijn leven zo zenuwachtig geweest. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Nog nooit. En heb je dan van tevoren ook iets wat je al bedacht hebt wat je wil zeggen? Ja, je hebt wel een zinnetje wat je moet zeggen. Want natuurlijk is, als je bij die bedjes staan of als je aankomt lopen, dan moet je iets zeggen. Want dat is bij iedereen zo. En dus daar had ik wel van tevoren bedacht. En dan was ook gewoon je eigen insteek. Als je iets niet wilde doen, hoefde dat ook niet. Oh, gelukkig. Dus ja, dat was dan die zin die je moest zeggen. Maar ja, ik was zo zenuwachtig. En het was koud op de dag dat ik moest komen. Oh, lekker. Ze hadden me helemaal nat gespreid, weet je wel. Dat je een beetje, zeg maar, dat lijkt alsof je nat bent, zeg maar. Dus je haar een beetje en zo. Maar ja, toen kwam ik dus dat strand oplopen, moest je zinnetje zeggen. En dan ging je op date. Dus dat ging best wel snel, gelukkig. Ja, heftig hoor. Ja. En dan zit je dus midden in die opnames gelijk. Ja. Hoe was dat? Het. Ja, heel raar. Ik moest aan het begin heel erg wennen aan camera's. Dus zeg maar dat er überhaupt camera's waren. Als je naar de wc ging, als je ging douchen. Overal waren camera's. En dan moest ik aan het begin heel erg aan wennen. Want ik dacht van, vind ik een beetje raar of zo, weet je wel. Maar ja. 2 dagen en was al was eraan gewend. Ja, die camera's zijn heftig, hè? Ja, ja, vond ik wel. Had jij wel op een gegeven moment dat je ze dan ook niet meer zag? Ja. Ja, want je went er uiteindelijk wel aan. Ja, na 2 weken dan ben je er wel aan gewend, ja. Ja. En hoe was dat om in de villa te komen als iemands ex? Ja, ook wel spannend. Ik was dan met Keanu op date geweest. En dat vond ik wel heel fijn, want hij had mij wel gerustgesteld van, ik help je gewoon die villa in. En als ze onaardig zijn of gemeen zijn, dan neem ik het wel voor jou op. Dus dat vond ik wel echt heel fijn. Want ik hoorde dus dat ze bij Imke die dag ervoor, want ik had die sangria gegooid. Ik weet niet of hij dat nog weet. Oh ja. Ja. Ik had op het strand dat ik die sangria gegooid. Op Dusty, ja. Ja, en Imke had dat dus die dag ervoor of 2 dagen daarvoor ook gedaan. En toen kwam zij dus de villa in. En op haar waren ze super boos voor, maar ik wist dat niet. En toen hoorde ik dus daarna dat ze haar helemaal gewoon de grond eigenlijk ingestampt hadden op dat moment. Dus ik was blij dat dat bij mij niet gebeurd was. Ja. Ja, joh. Daar heb je inderdaad heel veel geluk mee gehad. Waarom denk je dat ze dat bij jou niet hebben gedaan? Ja, dat weet ik niet. Misschien of omdat er een keer gebeurd was, of omdat ik kwam vrij chill, vond ik zelf de villa in. En ik was ook gewoon tegen iedereen best wel aardig, denk ik. Dus ja, maar dat is jouw persoonlijkheid, denk ik ook. Meer. Ja, ik denk het, ja. Oké, ja. En toen begon je avontuur in de villa echt. Ja. Hoe was het om daar te zitten? Om echt in die kast te zitten van Ex on the Beach? Ja, heel raar, want er kwamen natuurlijk elke keer kwamen er nieuwe mensen bij. En je hebt op dat moment ben je helemaal niet bezig met wanneer wordt uitgezonden, hoe gaat het eruit zien als het uitgezonden wordt. Je doet gewoon je dingen en je ziet wel wat het gaat worden. En je bent gewoon zelf aan het zit. Tenminste bij mij. Maar het was wel een heel emotionele rollercoaster voor jou, denk ik. Met ja, het was heel, heel erg. Kun je dat misschien een beetje uitleggen voor de mensen die nu kijken en luisteren? Hoe dat was? Nou ja, ik was natuurlijk met hem bezig terwijl hij daarheen ging. En wat eigenlijk de situatie was dat ik vond hem superleuk. En hij wist elke keer weer mij om zijn vinger te binden door dingen te zeggen en dingen te doen. En terwijl hij zelf gewoon maar deed wat hij wilde. Maar ik was echt verliefd op hem, zeg maar, op dat moment. Dus hij kon gewoon alles bij me maken en ik trapte er gewoon elke keer in. Maar ja, je zit daar in zo'n bubbel. Kijk, als daar in Nederland gebeurt, dan blokkeer je iemand op WhatsApp, op Instagram, op alles. En dan ben je er vanaf, zeg maar. Ja. Maar daar kan dat niet. Je zit gewoon op iemands lip en je ziet diegene elke dag. Ja, dat is zo heel anders. Lijkt me heel heftig. En iedereen vindt er ook wat van. Iedereen gaat zich ermee bemoeien. Je zit met je eigen gevoel, je zit met camera's, je zit met je ex. Ja. Dat lijkt me echt heel erg heftig. Ja, dat was het ook wel. Ja. En heb je toen ook een psycholoog gehad die met jullie meeging? Ja, er is die man die wij dus bij de castingrondes gesproken hebben. Die psycholoog die was ook mee. Dus stel het ging echt fout, dan was hij daar wel om ook te praten. En hij heeft ook wel op een gegeven moment, zat ik er helemaal doorheen. Toen had ik ook paniekaanvallen gehad en zo. Dat is echt, dat is gelukkig niet uitgezonden. Nee, dat is niet uitgezonden. Maar paniekaanvallen en alles gehad. En toen zeiden we hem wel van oké, nu is het even klaar. En toen hebben ze op een gegeven moment de camera's ook. Ja, dat was 1 avond, toen ging het helemaal fout. Dus toen had ik een paniekaanval gehad. Toen ben ik op een gegeven moment, hadden ze mij gewoon in mijn kamer gelegd, zeg maar. Camera's weggehaald en niemand mocht meer binnenkomen. Want het was echt, dat ging helemaal nergens over. Jeetje, wat heftig. Ja, en toen ben ik dus die dag daarna moesten we dus ook naar psycholoog om gewoon even te praten van hoe gaat het en wat is er nou eigenlijk gebeurd, zeg maar. En heeft dat toen geholpen? Nee. En hoe kwam wel dan? Zeg maar, om even iemand van buitenaf die zeg maar niet wist wat er gaande was. Dat was wel fijn, maar je gaat gewoon terug die bubbel in en het is gewoon weer eigenlijk hetzelfde als wat het was. Jeetje, wat heftig. En had je wel steun aan de mensen in het programma? Of had je het idee dat je die ook niet kon vertrouwen? Jawel, ik had wel echt op dat moment vriendinnetjes daar, zeg maar. Dus die waren er wel echt voor mij. Dat, tenminste, dat idee had ik wel. Maar ja, aan de andere kant, iedereen was natuurlijk ook met zichzelf of degene bezig met wie ze daar waren. Dus het was ook soms wel heel dubbel. Ja, ja, dat snap ik. Want er gebeurt zoveel in 2 weken. Zoveel prikkels, zoveel emoties, zoveel escalaties, denk ik ook. Want ja, dat is natuurlijk wel iets waar Ex on the Beach ook bekend om staat. Is die enorme explosies qua ruzie. Drama. Ja, hele heftige persoonlijkheden bij elkaar. Ja. Ik denk dat jij een van de rustigere was. Ja, ik pas helemaal niet in. Als ik terug zie, dan denk ik ook, wat doe ik daar? Ja, heel erg. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat een beetje hadden bij jou ook. Ja. Want je had het natuurlijk wel een beeld van je deelname vooraf. Van dit wordt heel erg leuk, toch? Ja, dus dat was je had verwacht. Dat dacht ik wel. Kwam dat ook een beetje uit? Of was het vooral naar? Nou, heel veel dingen waren wel heel leuk. Maar omdat ik zeg maar... ik verwachtte heel veel. Omdat mij werd heel veel verteld door Dusty, dus zeg maar. Dus daardoor had ik heel veel verwachtingen van... Oh, want hij zei ook... Ja, ik ga met jou naar huis en kijk in Nederland wel. En echt, zeg maar dat. En ik had daar zoveel hoop door gekregen, zeg maar. Dat het op een gegeven moment... was het voor mij ook echt niet meer leuk. Op een gegeven moment was ik ook zo blij dat ik eindelijk naar huis kon. Ja, en dan duurde 2 weken heel lang. Oh, het duurde zo lang. En wat is dan het leukste wat je daar hebt meegemaakt? Ik denk dan toch de feestjes wat dan gezellig was. Of een keer dat ik op date ging met Shani en Hakan, bijvoorbeeld zo'n date. Dat vond ik superleuk. Gewoon de dingen waar ik zeg maar gewoon met de meiden was of op een leuke date was, vond ik hartstikke leuk. Weg van de villa, weg van Dusty vooral, denk ik. Ja. Ja. Lijkt me echt ontzettend intens om dat mee te maken. En had je dat dan van tevoren verwacht, dat je het zo... Nee, ik denk, ga erheen, doe dat even. En, maar... Je denkt er niet over na dan van... ik kom daar wel met een ex. Het is omdat hij had dus tegen mij gezegd dat hij mij echt leuk vond. En toen in Nederland zei hij altijd, ik vind jou echt leuk en... zus en zo, en ik zie echt toekomst met jou, zeg maar. Dus ik had zoveel hoop en er werd mij zoveel verteld... wat dan uiteindelijk dus gewoon echt helemaal niet waar was. Ja. Want hij was ook daar zo anders dan dat hij... Hoe jij hem kende. Ja, echt niet normaal. Jeetje, heftig hoor. Ja. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. En was jij dan wel bang van hoe dit over zou komen? Of was je daar helemaal niet mee bezig? Nee, maar dat was meer omdat ik... Ik ben eigenlijk altijd mezelf geweest daar. Dus het was niet zo dat ik een persoon was die ik eigenlijk normaal gesproken niet ben. Dus mensen, toen ik terugkwam, toen zei ook iedereen... oh, je bent wel echt jezelf geweest, zeg maar. Ja, goed zo. En heel veel mensen vragen zich af, wordt er veel gestaged? Nee. Helemaal niks? Nee. En worden dingen natuurlijk wel uitgelokt misschien? Heel af en toe, als er dan iets niet goed op camera stond, zeg maar... dan moest daar even een keer opnieuw gefilmd worden. Maar ja, dat is dan bijvoorbeeld als de tablet afging... dat er even 2 keer vanuit de hoeken gefilmd moest worden. Dus dat wel... Maar echt, zeg maar, dingen verzinnen, echt gewoon niks. Nee. En is het dan zo dat ze bijvoorbeeld gesprekjes aansturen? Dat ze zeggen, kun jij eens met die gaan praten? Ja, wel soms af en toe dat je even naar iemand toe moest gaan om te vragen hoe het ging. Was vooral 's ochtends van, als je net wakker was, loop even naar diegene vragen hoe je geslapen hebt. Zeg maar, een beetje die dingen. Maar... en dan dingen uitlokken. Dus die en die op date sturen om een reactie bij die uit te lokken. Of een beetje die dingen. Maar echt verzinnen, bij ons echt niks. Bijna niks. Dat was waarschijnlijk dan niet nodig. Nee, ja, maar ons seizoen was op een gegeven moment ook echt... Echt chaos. Echt chaos. Dat ze op een gegeven moment bij een dag ook zeiden van... we halen de camera's een dag weg, want het kan echt niet meer. Zoveel ruzie dat wij hadden. Jeetje, maar is er dan de hele dag een lid van de productie bij om het een beetje aan te sturen? Of is er beveiliging of zo? Ja, beveiliging was er altijd. Ja, dat heb je waarschijnlijk bij die ruzies, heftige ruzie ook wel gezien. Maar ja, als we 's ochtends wakker werden, dan stond er bijna altijd wel beveiliging. Want dan zit je met z'n allen aan tafel. En dan kan natuurlijk, je weet van, op zo'n stuk kan er een ruzie ontstaan. Of 's avonds. Maar overdag waren we gewoon altijd een beetje in de villa bezig. En dan was iedereen gewoon zijn eigen ding aan het doen. Dus dan viel dat wel mee. Oké. Nou, ik denk dat het maar goed is dat er beveiliging bij stond, inderdaad. Want er waren inderdaad escalaties dat je denkt van... Ja. Gaat dit wel goed? Ja. Maar goed. Oké, laten we doorgaan naar het volgende kopje. Ja. Want dan zijn de opnames geweest. En je komt thuis en dan moet het nog uitgezonden worden. Ja. Hoe was dat toen je net thuis kwam? Nou, ik was in februari was ik daarheen gegaan. En eind februari kwam ik terug. In april werd het uitgezonden. Dus er zat best wel een tijd tussen. En het is heel lastig, want niemand weet dat je weg geweest bent. Tenminste, mijn vriendinnen, een paar vriendinnen wisten het. En mijn ouders wisten het. En mijn zussen wisten het. Voor de rest niemand. Dus je kunt het er met niemand over hebben. Althans, je kunt het wel met mensen erover hebben die dan wisten dat je weg was. Maar dat is heel anders dan dat je daar geweest bent met iemand, zeg maar. Dus ik kon alles vertellen, maar niemand begreep echt hoe het daar was. Alleen dan de meiden met wie ik daar... Met een Shani en een Stage en zeg maar die meiden. Daar belde ik ook heel veel mee om zeg maar... Ja, wel mijn gevoel te uiten, zeg maar. Maar thuis en zo, dat was... Weet niet, ik kon dat niet vertellen. Nee, het is lastig om uit te leggen aan iemand die het niet weet, hè? Maar wat voor dingen... Wat voor gevoelens kampte je toen mee, toen je thuis kwam? Oh, ik vond het verschrikkelijk. Ik was zo verdrietig, want na 2 weken rollercoaster kom je dan thuis, is het in 1 keer normaal. Ik zag Dusty niet meer. Ik zag niemand meer. Ik ging naar huis en ik zat daar alleen, zeg maar. Dus ik was heel... Ja, ik voelde me eigenlijk gewoon heel eenzaam op dat moment. Ja, dat gevoel ken ik wel, ja. Dat is ook heel heftig. En toen... je hebt gelukkig die meiden dan nog gehad waar je ermee over kon praten. Ja. Hielp dat een beetje? Ja, het was dan gewoon facetimen. En dan, ik ben toen we terugkwamen wel een aantal keer... Een keer naar België geweest, naar Shani. Een keer naar Den Haag geweest, naar Stage. Dus dat wel. Maar ja, iedereen woont zo ver uit elkaar. Dus het is ook niet dat je even langs gaat om met iemand erover te gaan praten. Nee. Dus het was vooral heel veel appen, heel veel facetime en zo. En die eenzaamheid die je voelde, wat deed dat met je? Ja, ik werd daar echt ongelukkig van op dat moment. En dat was echt de periode nog voordat de uitzendingen kwamen? Ja. Had je toen spijt van je deelname? Ja, denk het wel. Of ja, niet per se echt... Ik vind spijt altijd een heel groot woord, maar ik had wel... Als ik het overnieuw had moeten, dan had ik het denk ik niet gedaan. Nee. Ja, je weet natuurlijk van tevoren niet wat er gaat komen. Je weet niet hoe ze je neer gaan zetten. Je weet niet wat ze gaan doen. Je weet niet wat ze uit gaan zenden. Was je aan het overdenken wat er nog ging gebeuren? Ja. Want ik dacht echt, ja, ik was daar gewoon... Dat is gewoon zo, ik was heel naïef. Ja, daar kan je hoog laag springen, maar dat was gewoon zo. En dat is natuurlijk niet erg, maar... Ik was heel bang dat mensen mij echt een Mongool zouden gaan vinden daar. Daar was ik heel bang voor aan die reacties. Ja, natuurlijk heb ik die gehad, maar... Ja, dat was het enige waar ik wel echt heel erg over na aan denken was. Ja. En toen kwamen uiteindelijk de afleveringen online. Ja. Hoe was dat voor je? Ik had heel veel positieve reacties gehad. Eigenlijk alleen maar. Ik heb wel een aantal reacties gehad van mensen die zeiden van... Ja, je sport niet, je bent echt gewoon keigek. Maar dat was ik ook. Daar heb ik ook altijd gezegd van... Ja, ik was naïef. Ja, dat klopt, dat was ik. Maar ja, als je niet weet... Of je weet niet hoe het is om echt verliefd te zijn... Of je weet niet hoe het is om daar te zitten dan... kan je niet weten hoe mijn situatie zeg maar was. Dat heb ik ook altijd gezegd. Maar ja, ik heb heel veel positieve reacties gehad, gelukkig. Gelukkig. En wat voor... want je bereik is echt enorm geëxplodeerd, hè? Ja. Opeens herkent iedereen je. Wat deed dat met je? Ik vond dat heel raar. De eerste keer dat iemand bij mij om een foto vroeg, dat weet ik nog. Dan was ik in Utrecht, volgens mij, met mijn beste vriendin. En zij is echt... Zij houdt daar helemaal niet van. Hè? Ook als ik op Instagram een foto met haar maak, zegt ze nee, ik wil het niet op. Weet je wel. Zij is echt heel anders dan dat ik ben. En wij zaten toen te eten. En ik... Nee, dat was in Eindhoven trouwens. Dat was in Eindhoven. Toen zat ik op het terras in Eindhoven en toen kwam er een jongen naar mij toe. Die zegt, mag ik met jou op de foto? Dus ik kijk hem aan. Ik zeg, waarom? Maar helemaal niet nadenken dat hij mij kende en ik hem eigenlijk niet kende, zeg maar. Dus ja, heel raar. Vond ik dat heel raar. Voelde je dan ook bekeken? Ging je er rekening mee houden dat mensen iets van je konden vinden misschien? Aan het begin wel. Aan het begin vond ik het heel moeilijk, omdat ik dacht van ja, iedereen kent mij nu. Mensen kennen mij nu en weten hoe ik ben. Maar in zo'n programma ben je natuurlijk ook weer een beetje anders dan dat je ja, in het dagelijks leven bent, zeg maar. Ja, maar mensen denken wel dat ze je kennen. Ja. Hoe is dat? Ja, heel raar. Want er worden ook oordelen over jou getrokken, terwijl... Er zijn dingen die de helft van de tijd niet zwaar zijn. En daar had ik soms al moeite mee. En wat voor oordelen zijn dat dan? Ja, gewoon, ik kreeg zoveel opmerkingen van... Oh, ze is nog steeds bij hem. Of ze heeft nog steeds contact met hem. Terwijl ik al... Ja, je ziet het. Ik had al op dat moment... Toen het uitgezonden werd, had ik al bijna... Aan het eind van de uitzending had ik al bijna 3 maanden een nieuwe relatie. Dat kon ik aan. Ja, dat mocht je dan ook nog niet erbij te brengen, denk ik. Nee, in die 2 maanden tijd tussen de opnames en uitzending... Nee, dat mocht echt pas... Bij de laatste aflevering. Bij de ook reunion. Nog dat je dus ook nog in het geheim moet daten eigenlijk met je vriend. Ja. En terwijl je dat natuurlijk van het daken wil schreeuwen op dat moment. Ja. Ook heftig, ook weer heftig. Ja. En hoe vond je het om jezelf terug te zien op tv? Aan de ene kant heel gek, maar ik heb ook zeg maar... Ik heb wel gekeken, maar ik heb niet echt gekeken. Want ik heb natuurlijk ja, met Jason, met mijn vriend samen gekeken... En sommige dingen wilde ik gewoon niet dat hij die zou zien, want dat is voor hem gewoon niet leuk. En hij wilde wel met mij samen kijken, omdat hij wilde er wel voor mij zijn. Dus dat vond ik natuurlijk wel heel fijn. Maar ik was heel erg bezig met dat hij bepaalde dingen niet zou zien, waardoor ik gewoon... Dan ging ik... Zo, gaat hij weer. Oh ja. Dan ging ik voor hem staan of zo, zodat hij niet keek. En ik was alleen maar daarmee bezig. Dus ik heb eigenlijk nooit de afleveringen echt gekeken, zeg maar. Nee, maar dat lijkt me ook... Het is heel anders gegaan dan dat je had verwacht. Dus het lijkt me ook niet leuk om jezelf in die situatie terug te zien. Nee, zeker niet met je nieuwe vriend. Nee, en als ik dan ook aan het kijken was, dan dacht ik soms ook echt van... Wat ben ik aan het doen? Ik ben niet goed. Dat dacht ik echt. Ja, ik voel mezelf echt gestoord gewoon daar. Ja, gewoon echt... Ik zie een heel naïef, verliefd meisje. Ja. Dus ik denk dat het je ook heel erg... Je kunt je dat niet aanrekenen, hoe je daar bent. En nee. Het is alleen raar om dat terug te zien vanuit een andere mindset, denk ik. Want waar ik nog even benieuwd naar ben is... Hoe is jouw mentale gesteldheid beïnvloed door je deelname en die periode daarna? Heel erg. Ja. Kun je dat uitleggen? Nou ja, je gaat natuurlijk... ik heb er wel voor gekozen om social media te gaan doen, zeg maar, als werk. Maar het is wel heel zwaar. Want mensen denken altijd van... Ja, je doet een beetje reclame maken, je verdient er geld mee. En het is allemaal gewoon leuk, gewoon makkelijk. Terwijl... Zo, daar zit veel meer achter. Ik bedoel, je bent de hele dag mee bezig met alles van je leven te delen. De hele dag moet je alles... Iedereen weet alles van jou. Tenminste, in grote lijnen weten ze alles. En dat is natuurlijk niet erg, want daar heb ik zelf voor gekozen. Maar ik weet niet, ook de tijd dat ik nu nog steeds... Ik ben heel veel alleen thuis, want mijn vriend werkt gewoon 45 uur in de week. En ik heb dan wel een hondje gekocht waar ik dacht van, doe dat maar. Maar zoveel alleen thuis zijn, daar word je ook echt doodongelukkig van. Echt waar. Heb je dat onderschat ook? Heel erg. Want is de bekendheid een van de redenen geweest om je in te schrijven ook? Nee. Echt niet? Nee. Dat is wat heel veel mensen denken bij Ex on the Beach en bij Temptation Island. Dat een van de motieven is om je in te schrijven. Nee, bij mij niet. Want bij mij... ik zat in eerste instantie sowieso in twijfel. Want ik had me opgegeven. Gewoon wat ik al zei. Ik wilde gewoon even weg. Ik dacht van... Ik ga gewoon daarheen. Nu met corona, weet je wel. Leuk, gezellig, feestje. Want dat is letterlijk wat ik dacht. Want ik had gewoon werk en ik deed gewoon mijn ding. Dus ik was ook niet bezig met ik wil iets anders gaan doen, zeg maar. Maar ja, bij mij is het dan uiteindelijk wel heel, heel groot geworden. Wat ik ook helemaal niet verwacht had. En wat heeft dat met je gedaan? Nou, ik heb er natuurlijk wel mijn werk van kunnen maken. Daar ben ik heel blij mee. Dat doe ik nu echt met alle plezier. Maar soms is het wel heel zwaar. En soms denk ik ook wel even bij mezelf van... Ik wil het even op stop zetten. Maar dat gaat dan ook weer niet. Nee, dat gaat niet. Nee. Wat heb jij gemist op gebied van voorbereiding op de periode na je deelname? Wij hebben geen management gehad. Dus aan het begin was alles wat ik deed qua samenwerking. Dus ik moest alles zelf doen. E-mailen, regelen, alles deed ik zelf. En blijkbaar in eerdere seizoenen kreeg je wel een management. Of een manager die dus jou daarmee hielp. Maar dat hebben wij nooit gehad. Dus... Ik moest het allemaal zelf doen. Op een gegeven moment heb ik dan wel een mailtje gekregen... of dat ik bij management aan wilde sluiten. Was ik heel blij mee. Maar ik denk dat. Gewoon... Je wist niet wat je kon verwachten. Nee, dat is je niet verteld. Niet. Nee. Ben je niet op voorbereid? Nee. Ook de eenzaamheid die je hebt gevoeld. Ja. Wat het voor impact heeft gehad op je mentale gesteldheid daarna. Want ja, los van wat er natuurlijk op je afkomt... als je zo bekend wordt opeens... dat iedereen wat van je wil... Ja. Daar heb je natuurlijk dan misschien een management voor nodig. Maar los daarvan, alles wat hierboven gebeurt... daar heb je eigenlijk ook begeleiding voor nodig, denk ik. Hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, toen ik zeg maar op een gegeven moment terugkwam... toen heb ik wel nog één gesprek gehad met die psycholoog, zeg maar. Dat was gewoon weer via Zoom. Maar ja, dat was dan meer zo van... hoe is het? Ja, ik kijk ook niet zo goed. Ja, nou ja, oké, weet je wel. Een beetje dat. Het was niet dat ik... Echt met hem kon praten over hoe het nou ging of zo, zeg maar. Dus ik voel me wel heel alleen en al helemaal omdat... Kijk, ik kon het er met Jason natuurlijk heel goed over hebben... en met iedereen het erover hebben. Maar wat ik dus straks ook zei... Je doet het alleen en je hebt het daar alleen gedaan. Dus mensen begrijpen niet hoe het echt is om daarvan terug te komen, zeg maar. Ja. En dat is gewoon, dat is heel moeilijk om dat alleen te moeten doen. Ja. Wat vind jij dat er dan... Wat had je nodig gehad? Ja, dat weet ik zelf ook niet zo goed, eigenlijk. Dat is dan weer heel lastig, want... ja, als ik zelf naar een psycholoog gegaan was... Ja, of dat geholpen had, weet ik niet. Heb ik nooit uitgeprobeerd, had ik natuurlijk wel kunnen doen. Of dat geholpen had, I don't know. Maar ja, misschien dan toch iets meer begeleiding. Want ik kon altijd, de hoofdproductie kon ik altijd wel een appje sturen van hoe het ging, zeg maar. Maar hun zijn niet iemand waar ik een heel gesprek mee ga hebben over hoe het met mijn mentale gezondheid is. Nee, want daar zijn ze natuurlijk ook niet voor, nee. In die zin. Ja, jeetje. Ik vind het wel... wel een heftig verhaal ook allemaal, ja. Hoor. Wat zijn de leuke dingen die je uiteindelijk hebt overgehouden aan je deelname? Wat met de plotseling bekendheid en het influencer zijn... komt natuurlijk wel heel veel leuke dingen ook, ja. Bij kijken. Wat heeft het je opgeleverd? Ja, nou ja, alle dingen waar ik naartoe kan. De première. Ik vond alleen mijn eerste filmpremière, dat was dus die. Ja. Daar ging ik dus met Jason ook heen. Was meteen helemaal in gala jurk en alles. Dus dat was helemaal wow. Ik ging daarheen en keek echt wow. Dit is vet, weet je wel. Dus dat blijf ik leuk vinden. Natuurlijk ook nu nog steeds. Vind ik nog steeds leuk. Ik heb naar Ibiza gekund voor een weekend met 2 andere koppels. En er komt zoveel dingen bij kijken. Je kan er niet eens zoveel gaan doen. En dat vind ik gewoon, daar vind ik echt hartstikke leuk. Ja, dat is ook top. Nee, je wordt voor zoveel gevraagd. Ja. Maar je van tevoren, kom dan maar eens tussen, ja... Dat gebeurt niet zomaar. Nee, dat is ook zo. En qua vriendschappen? Ja, vind ik moeilijk. Ik heb echt een paar... 4 vriendinnen, denk ik. En daar heb ik ook bewust zo, omdat ik... het is heel moeilijk om nieuwe vriendinnen te maken... omdat je weet niet waarom iemand bevriend met jou wil zijn, zeg maar. Dus ik hou daar altijd echt op een laag pitje. En dat is meer omdat ik in de laatste tijd gemerkt heb dat... of mensen gaan met je om die bekendheid. Of wanneer je met iemand omgaat en je vertelt iets over jezelf. Dan wordt het weer omgedraaid naar een ander verhaal tegen andere mensen weer. Dus, zoals wat bedoel je dat dan? Ja, dan worden er dingen over mij verzonnen die gewoon niet waar zijn. Omdat ze denken dat ze mij kennen. En dan denk ik bij mezelf van... Ja, ik maak dan liever geen nieuwe vriendinnen dan dat ik wel nieuwe vriendinnen maak. Dus je kunt eigenlijk minder mensen vertrouwen nu, voor je gevoel? Ja, dat idee heb ik wel. Maar dat komt misschien ook omdat ik sowieso vertrouwen lastig vind, zeg maar. Ja. Ja, dan helpt dit programma natuurlijk ook niet echt mee. Nee. Om dat beter te maken. Nee. En jij bent natuurlijk... Het is al bijna 2 jaar geleden nu, toch? Ja, in februari is 2 jaar geleden opgenomen, ja. Ja, maar toch... iedereen kent jou nog steeds. Ja. En er zijn nog steeds heel veel mensen met een mening over jou. Ja. En ik denk dat zeker op TikTok... Is dat zo'n dun lijntje. Mensen kunnen zo makkelijk even spuwen en dan weer weggaan. Wat voor reacties krijg je nu nog? Nu nog... Nou, je kunt natuurlijk op TikTok, dat is heel handig... kun je bepaalde woorden uitzetten. Nou, dat heb ik dan natuurlijk wel gedaan. Omdat ik sommige reacties... vind ik gewoon onnodig, dus die filter ik gewoon en die kunnen mensen niet plaatsen. Nou, dat is helemaal ideaal, vind ik super handig. Maar ja, sommige reacties, dat is dan via Instagram. Ja, je bent dun, je hebt geen tieten, je hebt geen kont, je bent te plank, eet je wel genoeg. Ik zou mijn hond er nog niet op zetten. Ja, mensen die zijn echt gestoord. Ja, mensen hebben veel te zeggen over je lichaam inderdaad. Hoe is dat voor je? Nou, in het begin had ik daar heel veel moeite mee, omdat ik dacht van... Want ik was ook altijd heel onzeker. Nu af en toe nog steeds wel. Maar omdat ik zo onzeker was... En als mensen als mensen over jouw onzekerheid gaan praten... word je dan nog onzekerder van, zeg maar. Dus aan het begin had ik daar heel veel moeite mee. Maar nu, als ik zo'n reactie zie... dan verwijder ik dat, blokkeer ik en dan... Je verwijdert het wel. Ja. Dat is denk ik het beste om te doen ook. Ja. Vreselijk, hè? Dat mensen dan opeens het recht hebben om iets van jou... Ja, maar ik vind het ook raar, want als mij in... Ja, face-to-face, niemand zou dat tegen mij zeggen. Nee, alleen op straat, ik hoor alleen maar... Hey, dat zijn bla, bla, bla. Ik heb nog nooit iets naars gehoord op straat. Nog nooit, ja, 1 keer trouwens. Oh ja? Wat dan? Dat was in Eindhoven. Toen ging ik op stap met Jason samen. En ik werkte altijd bij het Lemke. Dat is een kroeg in Eindhoven. En toen mocht ik dus voor... Dat was een hele lange rij en ik mocht voor iedereen naar binnen. Nou ja, ten eerste omdat ik daar iedereen kent. Ten tweede omdat ik daar gewerkt heb. En ten derde, ja... Als ik in zo'n rij moet gaan staan, dat is gewoon vervelend, zeg maar. Mm. Dus ik mocht gewoon voor iedereen langs. En toen kreeg ik dus achter me... Oh, daar heb ik dat weer. Nee, joh. Ja, en Jay en ik deed echt, zeg maar, die. Ik ging gewoon 1 oor in de andere uit. Ik denk, Laat maar Jason liep achter mij en die hoorde daar ook. Nou, die draaide zich om en ik zeg, nee schat, nee. Loop alsjeblieft gewoon door, want ik heb helemaal geen zin om überhaupt boos te horen om zulke mensen. Dus slaat gewoon nergens op. Nee, bizar hè? Nou, dat vind ik heel bizar. Ja. Nou, gelukkig is het dan maar 1 keer geweest dat je dit hebt moeten meemaken. Ja, dat is dan wel zeg maar... Dat is dan in de real life. Ja, op Instagram daar zetten mensen van alles neer. Maar dan... Maar word je nog steeds zoveel herkend op straat? Word je dan ook aangesproken? Ja, voor foto's wel vaak. Maar dat is dan meer als ik... als ik op stap ben of zo. Dan bijvoorbeeld wel. Eerst was het ook echt dat mensen tijdens dat ik aan het eten was... Dat ik letterlijk mijn eten in mijn mond had. Dat ze naar mij toe kwamen dat ik dacht... Mag ik even mijn eten opeten? En kom dan alsjeblieft. Maar ja, het is wel een stuk minder dan eerst. En wat vind je daarvan? Dat je dus nu merkt dat mensen er minder op reageren? Dat vind ik niet erg. Nee. Want hoeveel dat eerst was, was ook echt niet altijd fijn. Ik vind het natuurlijk hartstikke lief als mensen naar mij toe komen van... Je bent toch Sam, ik wil een foto, bla bla bla. Ik vind kei lief, maar soms op sommige momenten... Als jij je niet lekker voelt of je loopt er als een slons bij... Want ja, zo loop ik nog steeds over straat... Dan heb je echt geen zin om soms foto te gaan maken. Nee, dat snap ik. Ja. Denk je dat dit lang aan zal houden? Heel eerlijk gezegd denk ik bij mij wel. En dat is niet om hoog uit mijn bol te doen, maar meer... ik merk qua volgers ook dat ik een beetje... Iedereen is best wel ver afgezakt. En ik ben de enige die eigenlijk toch in mijn volgers blijft hangen. Best wel, mijn volgers die blijven toch... Best wel steady eigenlijk altijd. Ja, dat viel mij ook op. Dus ik denk dat het bij mij... En ik ben natuurlijk heel veel bezig met social media. En ik probeer ook nieuwe dingen altijd te blijven doen. Dus ik denk daarom wel. Waarom denk je dat mensen bij jou wel blijven hangen en bij anderen niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. En misschien omdat ik toch anders ben dan anderen die meegedaan hebben aan het programma. Ik weet het niet. Ik denk niet dat jij een typische Ex on the Beach deelnemer bent. Nee. In die zin. Mensen nemen je denk ik serieus. Ja. Waar dat bij anderen misschien niet altijd zo is. Ja, en omdat mensen, tenminste die reactie kreeg ik heel vaak... Mensen herkennen zich in mijn situatie, zeg maar. Ik heb ook zoveel DM's gekregen van meisjes die zeiden... Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je daarvan afgekomen? Want ik zit in hetzelfde probleem. Maar het is heel moeilijk om al die mensen te helpen. Kijk, natuurlijk wil ik dat doen. Natuurlijk wil ik iedereen apart reageren van... Je moet dit en dit doen, maar... Dat is echt geen begin aan. Wat heeft er uiteindelijk bij jou geholpen in die situatie? Nou ja, het enige wat ik altijd tegen iedereen zeg is... blokkeer... Ja, dat is heel kinderachtig misschien... maar blokkeer iemand op Insta, blokkeer iemand op WhatsApp... en verwijder iemand gewoon overal van af. Want als jij iemand elke keer voorbij ziet blijven komen... dan het enige wat jij denkt is aan die persoon continu. Ja. En dat is gewoon, denk ik... een van de grootste dingen waar je vanaf moet komen. Dat is het advies dat ik ook altijd geef. Ja. En afleiding zoeken. Ja. Ik denk echt dat dat de beste manier is om mee om te gaan. Dat klinkt heel kinderachtig, maar dat is gewoon echt serieus zo. Ja. En dat was bij jou aan het begin natuurlijk helemaal niet mogelijk... want je zat met je ex in één huis. Daarom. Dus... Maar dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. Als ze in Nederland was, zeg maar, dezelfde situatie... ik was weggegaan, gewoon blokkeren, klaar. Maar dat kon daar niet. Zou je mensen aanraden om mee te doen aan Ex on the Beach? Als je in dezelfde situatie zit als ik, nee. Dan zou ik zeggen van blijf alsjeblieft thuis... want je wordt er echt niet gelukkiger van... Als jij sterk in je schoenen staat en je gaat daar echt heen... en je weet dat je geen lastige ex hebt of geen problemen hebt met exen, zeg maar... dan moet je het zeker doen. 100%, ja. En uiteindelijk heb je dus geen spijt, als ik je zo hoor, van je deelname. Nee. Zeg maar van bepaalde dingen die ik daar gedaan heb wel. Maar zeg maar van... Ja, de rest eigenlijk niet. Waar heb je dan wel spijt van? Ja... 1000 keer teruggaan, terwijl ik het in Nederland zou ik het nooit zo hebben gedaan. Nee. Maar het is ook een hele onwerkelijke situatie. Dus het is ook logisch dat je dan andere besluiten neemt... omdat je eigenlijk normaal zou doen. Ja. Laten we doorgaan naar hoe het nu met je gaat. Hey. Daar ben je met je lieve vriend. Jullie hebben nu samen een nieuw huisje, toch? Ja, klopt. Hoe gaat het nu met je? Ja, nu eigenlijk goed. Zeg maar, ja, wat ik zeg, we hebben de verhuizing achter de rug. We hebben het huis ziet er nou... een heel stuk beter uit dan op die foto. Maar ja, het gaat eigenlijk wel heel goed. Ik merk nog steeds dat, wat ik net zei, die eenzaamheid, dat blijft. En ik denk dat daar ook iets is... Wil je daar echt veranderingen in brengen, dan zul je inderdaad toch vriendinnen moeten gaan maken. En meer dingen moeten gaan doen, daar ben ik ook zeker mee bezig. Dus er komt nog van alles aan waar ik wel mee bezig ben. Maar ja, eigenlijk buiten de eenzaamheid om gaat het eigenlijk heel goed. Ja, ik vind het wel heel verdrietig om te horen dat je zo met die eenzaamheid zit. Ja, maar ik denk dat stiekem heel veel mensen daar hebben. Heel veel mensen die social media doen. Ik denk dat heel veel mensen daar hebben. Ja. Of het nou besproken wordt of niet. Ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Ja, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Ja. Het kan ook heel erg alleen voelen, omdat het is zo'n apart wereldje dat het niet, los van het tv-programma, want dat is natuurlijk ook weer een vak apart, maar social media werk kan inderdaad heel eenzaam voelen. Ja. Terwijl iedereen, ik denk dat het juist is dat iedereen denkt te weten wie je bent, maar niemand doet echt de moeite om echt te achterhalen wie je bent. Ja, zit omdat ze al denken dat het is. Er zit heel veel meer achter dan hetgeen wat ik laat echt belangen aan niet alles zien. Ja. Als ik dat wel doe, ja, dan dan moet ik nog veel meer gaan delen. Daar kies ik ook voor om dat niet allemaal te doen. Nee. Maar het stukje dat je de hele dag alleen thuis bent en de hele dag aan het filmen bent, is gewoon eenzaam. Dat is gewoon zo, ja. Ja, trouwens, ik zag ook voorbij komen dat jij gedrogeerd bent laatst. Ja. En je hebt een ongeluk gehad. Ja. Jeetje, en dat was allemaal in een paar maanden tijd. Ja, de drogering was in april. Ja, april. Auto-ongeluk was in juli volgens mij. Augustus. Een heftig jaar heb je achter de rug, zeg. Ja. Want je hebt er natuurlijk wel in je vlog wat over gedeeld, zag ik. Ja. Maar kun je misschien vertellen hoe dat is gegaan? Ik was op een feestje in Uden. Eigenlijk een heel klein... Chuck zit hier achter de camera. Die zit heel erg verlangen naar Sem te kijken. Nee, die... Ja, ik was op een feestje in Uden en daar kwam maar 4000 man of zo. Dus helemaal niet super groot. Ik had 2 of 3 drankjes op en ik weet niks. Gewoon niks meer. Ja, heel bizar is dat. Ja. En toen werd je wakker? Nou ja, ik werd wakker thuis om 7:00 of zo. En ik lag in bed en ik denk, wat is er nou gebeurd? En hoezo ben ik thuis? En... Want ik keek naar links en gelukkig lag Jason naast mij. Hè, want ik had maar zomaar ergens anders wakker kunnen worden. Ja. Maar ik was thuis gelukkig met Jason. En ik tik hem aan. Ik zeg, wat is er gebeurd? Ja. De en daar. En je was gewoon weg. Je kon eigenlijk niet meer lopen. Je kon niet meer praten. Je was gewoon helemaal... En toen heeft hij gewoon mee naar huis genomen? Ja, hij heeft mij gelukkig toen hij merkte van... Oké, dit gaat fout. Want hij heeft wel vrienden gehad die ook... hij weet gewoon hoe het is om... Hij weet wel wat drugs is, zeg maar. Ja, en hoe je daarop reageert, ja, zeg dat. Maar. Ja. Okay. En tegenwoordig, je kunt echt wel tegenwoordig zien... of dat je iemand drugs gebruikt heeft... of nou gekozen is of niet... of dat iemand gedronken heeft, zeg maar. Dat verschil zie je wel heel duidelijk, hoor, ja. En hij wist ook al een beetje waar hij op moest letten... omdat hij dus met vrienden ook meegemaakt had. En hij zei gelijk van, ja, dat is niet goed. Dus toen heeft hij mij gelukkig mee naar huis genomen... Toen ben ik, ik heb alleen maar geslapen en overgegeven, letterlijk. Toen werd ik 's ochtends wakker en ik trilde en ik had tintelingen en ik dacht, dit is niet goed. Dus toen ben ik eigenlijk, 's ochtends om 10:00 of zo, heb ik naar de huisartsen spoedpost gebeld. Dat is zeg maar de huisarts die bij het ziekenhuis zit, heb ik ze expres gedaan. Ik denk, ik ga toch maar even langs, want En konden ze nog achterhalen wat het was? Ja, GHB. Ja. Walgelijk vind ik dit zo. Ja. Dit is dat mensen dit doen. Ja. Jeetje. Nou, ik ben echt heel erg blij om te horen dat het goed is gegaan uiteindelijk. Ja. Voor zo goed. Ja, goed. Weet je wel. Je hebt het uiteindelijk wel moeten meemaken, helaas. Ja, want ik heb gelukkig heb ik ook de kans gehad om dat verhaal best wel veel platformen te mogen delen. Ja, ik zag het. NOS heeft mij gevraagd. En voor de radio hadden ze een aantal... aantal radiozenders had het ook gevraagd. En daar ben ik wel heel blij mee. Gewoon puur om soort van ook mensen te waarschuwen van... Ja, let op, want het is zo makkelijk gedaan. Ik neem nooit drinken van andere mensen aan. Echt nooit. Dus ja. Heftig, hoor. Ja. En toen je ongeluk ook nog? Ja. Ja, dat is heel veel, daar heb ik eigenlijk vrij weinig over gedeeld. En dat heb ik eigenlijk expres gedaan. Want mensen die speculeren en die gaan gewoon letterlijk verzinnen. Echt letterlijk. En ze heeft gedronken. En ik weet hoe het is gegaan. En ik heb het gezien. En ik moet ook niet met alcohol achter het stuur gaan. Er werd echt van alles gezegd. Dat ik denk van... Je bent niet goed. Want dat soort dingen werden er dan gezegd. Terwijl jij dus gewoon... aan het herstellen was thuis, moet je dat ook nog allemaal over je heen krijgen. Ja, nou ja, ik was naar de zonnebank geweest. Letterlijk. Het was keikoud, maar ik had zo'n kort broekje aan. Ik had letterlijk een topje aan. Ik was naar de zonnebank geweest. Ik was over de kermis gegaan om een knuffel te scoren uit zo'n grijpautomaat. Toen ben ik naar huis gegaan. Dus het was helemaal niet... Ik had niks gedronken, want ik kreeg die reacties. En mensen zeiden, ja, ze heeft gedronken. En ik wilde letterlijk naar de politie toe gaan om gewoon mijn negatieve test gewoon te halen, zeg maar. Omdat ik dacht van, waar halen mensen überhaupt het lef vandaan om dat te verzinnen? Ik snap dat niet. Ik had gewoon bijna gewoon die test op mijn internet gezet van, hier heb je bewijs dat ik niet gedronken had. Ja, maar bizar dat dat dan moet, hè? Ja, dat is toch raar. Want heb jij daar toen, ben je toen op die roddels ingegaan? Nee. Dus denk ik misschien ook wel het beste om te doen. Maar dus bij deze, Sem heeft niet gedronken. Nee. Dat we dat even duidelijk hebben. Ja, en het is gewoon raar, want ook ik had in februari of zo had ik ook een botsing gehad. Nou, dus toen reed ik met 30 achterop tegen iemand anders aan. Ja, nou, dat heeft iedereen wel eens gehad, maar dan gingen er, ja, en ze heeft 5 ongelukken gehad in 3 maanden tijd en ze moeten rijbewijs opnieuw gaan halen en die meid mag niet meer achter het stuur. En dan denk ik van, ik had het auto-ongeluk was gewoon heel heftig en ik heb daar expres niks over gedeeld, omdat ik dacht van ja, ik heb daar geen zin in, weet je wel. Het enige wat ik gedeeld had was, ik heb een ongeluk gehad. Ik ben even een week offline, want ik voel me niet goed, zeg maar. Maar ik heb daar expres niks anders over gedeeld. Ook mensen die vroegen, ja, mogen we je auto zien? En al die dingen. En ik denk, doe normaal. Wat bizar. Maar dat is dus ook wel weer het nare kantje wat je uiteindelijk hebt overgehouden aan je deelname. Ja. En dat lijkt me, ik denk dat je daar nooit aan went. Dat nee, ja, je kunt er wel mee leren omgaan, daar wel. Tenminste, ik weet nu wat ik wel en niet moet doen. Heb jij mediatraining gehad? Nee. Dat hoor ik dus van de meeste oud-deelnemers. En dat is dus wel wat je nodig hebt, denk ik, om om te gaan met die plotselinge bekendheid, al die meningen, wat je wel en niet moet zeggen tegen journalisten bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk heb je het nu dus zelf moeten ondervinden wat het beste voor jou werkt. Maar het is ook wel heftig, zeker omdat je natuurlijk hebt aangegeven al dat je moeite hebt met vertrouwen, om dan nu ook te moeten wantrouwen wat mensen hun intenties zijn om met jou om te gaan. Zulke naar reacties moeten lezen over jezelf, hoe je daar nou mee om moet gaan. Ja, maar ook in mijn relatie. Dat wantrouwen, dat is niet alleen zeg maar bij vriendinnen, maar ook omdat ik dus, ja, heel de situatie bij Ex on the Beach heeft met mijn relatie ook echt wel heel veel moeilijke schade. Ja. Want daardoor ben je ook meer wantrouwig naar je huidige vriend. Ja. Terwijl ik dat helemaal niet wil. Terwijl, terwijl hij is, tenminste, hè, voor zover ik weet, is hij echt het trouwstontje wat er op de wereld is. Dat denk ik echt. Maar iets in mijn achterhoofd blijft gewoon continu daarover nadenken. Terwijl daar heel... Daar wil je natuurlijk daar helemaal niet. Maar ja, dat is gewoon... Ja, wat je zegt. En bij vriendinnen en bij relaties. En alles gewoon. Dus het heeft echt wel langdurige... Ja, bijna een soort van trauma, wil ik zeggen. Ja, bijna 2 jaar verder en het zit er nog steeds. Dus... Ja. Ja. Heftig hoor. Ja. Want ik... En dat vind ik dus ook weer iets waar je ondersteuning in zou moeten krijgen. Mm. Omdat dit heeft dus blijkbaar iets kapot gemaakt bij jou. Ja. Wat je niet meer zomaar heel krijgt. Nee. Want hoe ga je daar nu zelf mee om? Lukt dat überhaupt? Ja, soms wel. Soms ook niet. Ik heb wel... ik ben wel bij de huisarts geweest ervoor ook. Toen, die heeft mij doorgestuurd naar een psycholoog uiteindelijk toch. Omdat sommige dingen kun je niet zelf verwerken of daar kun je zelf niks mee doen, zeg maar. Dus ja, praten is dan gewoon heel belangrijk. En je zit nu bij die psycholoog? Of nee, niet meer. Nee, ik heb uiteindelijk... nu is het gelukkig niet meer nodig. Maar uiteindelijk, als dan zoiets zo ver gaat, dan moet je het op een manier toch oplossen. En als dat dan door middel van een psycholoog is, ja, dan moet dat. Ja, nou, ik vind het heel erg krachtig dat je dat uiteindelijk wel hebt gedaan. Ja. Voor jezelf ook vooral, hè? Ja, maar ook om, zeg maar, als het nog verder doorgaat... Je weet natuurlijk niet wat het met je relatie gaat doen. Je weet niet wat het met vriendschappen gaat doen. Uiteindelijk wordt het alleen maar erger. En daar wil je ook niet in terechtkomen, zeg maar. Nee, precies. Ja. Jeetje, vrouw. Ja. Dat is wel heftig, hoor. Ja. Nou, ik denk dat het heel goed is dat je uiteindelijk die stap hebt gemaakt... om toch naar een psycholoog te gaan. Ja. En wie weet dat dat uiteindelijk wel... het verschil zou gaan maken. Ja. En tot die tijd denk ik dat je het hartstikke goed doet. Wat zijn je dromen nog voor de toekomst? Wat gaan we nog allemaal van jou zien? Ja, wel, ik ben met wel een aantal dingetjes bezig. En Ja, is lastig. Nee, er komt op YouTube het een en ander aan. Dus ja, dat is wat ik kan zeggen. Wat het precies is, dat is niet leuk als ik dat nu ga vertellen. Oké. Dus dat komt eraan. Ik ben ook 10 keer gevraagd voor Temptation Island met Jason samen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Nee, dus dat snap ik. Voor de vele vragen, dat ga ik niet doen. Lijkt me voor jou ook een geen goede match. Oh, jongens, nee. Ik zei al, wat willen jullie zien? Jullie hebben me toch bij dingen gezien, dat kan toch nooit goed komen, dacht ik al. Nee, maar dus dat is dus eigenlijk wel bizar dat ze jou dan alsnog vragen. Nou, ja, maar dat willen ze. Dat is toch juist wat ze willen? Ja, maar dat is toch ziek eigenlijk? Ja. Maar goed, dat gaan we dus niet zien. We gaan geen Temptation Island zien. Wat gaan we wel nog zien? Ja, van alles op... Ja, kijken. We blijven je volgen. YouTube in ieder geval. YouTube blijven je volgen. Maar wat zijn jouw dromen voor de toekomst echt? Op de lange termijn. Waar zien we jou over 5 jaar? Nou, ik hoop dat ik dan tegen die tijd nog steeds kan doen wat ik nu doe. Dus nog steeds social media. Dat is wel hetgeen wat ik nu heel leuk vind. En wat ik ook niet verwacht had dat ik het zo leuk zou gaan vinden, zeg maar. Dus dat. Over 5 jaar. Hoe oud ben ik dan? Dan ben ik 28. 27. Ik al best oud. Nee, maar voor mij klinkt dat nu zo. Omdat ik dat snap ik. Nee, ik vind het ook nog steeds oud. Weet ik veel. Deze tijd heb ik vast ook al wel 1 kindje. Hoop ik, als het allemaal kan natuurlijk. Ja, dat hoop ik ook voor. Ga ik ook in het buitenland wonen, maar dat zal niet binnen 5 jaar zijn. Nee? Waar zou je naartoe willen verhuizen? Naar Spanje, denk ik. Ja, tenminste, dat heb ik met Jason altijd gezegd. Als we ooit gaan verhuizen, dan wordt het naar Spanje of zo. Wat zou je dan in Spanje willen doen? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het daar ook makkelijker is om content te maken. Ik weet niet waarom, maar als het hier slecht weer is en het regent hier, dan ga ik niet buiten foto maken. Dus dan moet ik het binnen doen, zeg maar. Maar als ik ergens ga wonen waar het altijd lekker weer is... Ja. En doe je over 50 jaar dit nog steeds? Dat weet ik niet. Of ben je dan weer nagelstyliste? Nee, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat er dan iets anders... Of op een pad gekomen is, wat ik heel leuk vind om te gaan doen. Of dat ik iets voor mezelf begonnen ben. Oké. Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden, denk ik. Ja. Want ik denk dat we bij deze naar het laatste onderdeel toe gaan. Delo's doos. Ja. Even grabbelen in de doos. Nou, hey, dankjewel, Sjoerd. Oké. Wat zou je willen zeggen tegen aspirant deelnemers? Dus mensen die je graag mee zouden willen doen. Ja, die vraag heb ik dus straks natuurlijk ook al een beetje beantwoord. Ja, wat voor tips zou je geven als ze dan mee zouden doen? Als jij niet sterk in jouw schoenen staat, dan moet je niet meedoen. Weet je, je krijgt daarna, of je het nou wil of niet, krijg je reacties. En als jij niet sterk genoeg bent om die te incasseren, zeg maar, dan niet doen. Hoor je daar niet bij, want dat gaat gewoon niet. Dus dat is sowieso een ding wat ik zou zeggen. En als je dingen verwacht, dan moet je ook niet meedoen. Dus je moet daar gewoon heel open-minded naartoe gaan. Oké. Dus dat... is 1. Chuck, blijf schoon zitten, anders ga je weer terug, hè? Ga zitten. Oh. Zit. Ja. Zou je nog eens meedoen aan een realityprogramma met de kennis die je nu hebt? Nou, een programma als Ex on the Beach, Temptation, al die dingen. Nee, nooit. Ik weet, volgens mij is Expeditie Robinson niet echt reality, toch? Jawel. Ja, nou. Nou ja, Expeditie of zo zou ik dan wel leuk vinden. Maar dat is dan weer totaal iets anders, zeg maar. Ja, ik laat hem wel op de grond. Hij stilt de show hier, hoor. Maar iets als Temptation of zo. Dat zou ik... Ik ook, ja. Helemaal afgeleid. Ja, inderdaad, leuk. Ja. Nee, Expeditie of zo. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar voor de rest... niet? Nee. Dus uiteindelijk is je ervaring met reality tv niet per se positief? Nee, in mijn situatie niet. Nee. Dat snap ik bij jouw situatie wel, ja. Laatste. Wat is je ultieme tip voor het verbeteren van je mentale gezondheid? Ja, praten. En dan eigenlijk het liefst praten met iemand die er overal buiten staat. Kijk, mensen die dicht bij jou staan, daar kan je mee praten, maar die kennen jou en die weten hoe jij bent. Als jij met een nieuw iemand gaat praten of met een psycholoog bijvoorbeeld... dan krijg jij gewoon ogen van buitenaf... en dan krijg je ook geen mening over jou... of over met wie jij omgaat, zeg maar. Ja, dan krijg je objectief advies. Ja. Ja, ik denk dat dat een hele goeie is. En een psycholoog klinkt heel extreem... maar valt echt wel mee. Dat is niet zo. Ik denk dat iedereen er gebaat bij is om een keer met een psycholoog te praten. Ja, en dan maakt het niet uit of het gaat over... net als ik een realityprogrammaatje meegemaakt heb en alles daarbinnen, maar ook over jouw verleden, wat je als kind zijnde meegemaakt hebt. Of met je ouders. Misschien heb jij gescheiden ouders waar jij het heel moeilijk mee hebt of hebt gehad. Nou, ga even praten en dan heb je het er ook uit, zeg maar. Ja. Dus ja. Ik denk dat praten heel belangrijk is. Daar ben ik zelf ook echt niet goed in, hoor. Maar... Nee, maar dat is het juiste uitdaging. En ik denk juist dat als je het moeilijk vindt, dat je er dan het meest van kan leren. Ja. Dus ik vind het heel knap dat je die stap al hebt genomen. Ja. En dan heb ik als afsluiter nog mijn ultieme tip voor het verbeteren van je mentale gesteldheid. En dat is journalen. Ja. Als je dan niet kan praten, schrijf het dan tenminste van je af. Want dan is het uit je hoofd, op papier. En dan kun je ook wat beter gaan ordenen. Ja. Want op het moment dat je iets opschrijft, dan zie je ook wat je angsten zijn. En kun je ze ook makkelijker weer leggen. Dat doe ik als ik een ruzie met Jason heb gehad. Schrijf het op en dan, als ik dan niet kan praten, dan schrijf het op. Leg ik het bij Jason neer van, lees het maar even zo. Ja. Of ik stuur een appje van, joh, ik voel me nu zo en zo en zo. En dan ben ik het kwijt, zeg maar. Dus goed zo. Opschrijven is goed. Heel goed van je. Ja. Nou, dan wil ik je bij deze heel erg bedanken voor je openheid en je mooie verhaal. En ik ben heel benieuwd wat we allemaal nog van je gaan zien. En wie weet tot in Spanje dan. Ja. Dankjewel, Span. Ja, jij ook bedankt. Even kijken. Hey jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van En Dan. Hopelijk vond je het net zo interessant als ik en heb je wat bijgeleerd. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en gooi je duimpje omhoog. Stel gerust ook alle vragen die je nog hebt in de comments. Volg ons ook even op Instagram, @delostilo en @semdeconinck. Wil je het hele interview beluisteren? Zoek En Dan op Spotify op en vergeet je niet te abonneren, zodat je niks meer mist. Over 2 weken komt de volgende aflevering online. Weet jij al wie het is? Tot dan, bye! Dit ga ik niet gebruiken, want het lijkt net alsof ik niet weet wat ik doe.